Goedemiddag, mijn naam is Aart. We kijken met de notatie van de basisfunctie dus f van x. Gewoon a maal f van x. Dat betekent a buiten de functie, dus gewoon a maal f van x. Bijvoorbeeld x kwadraat wordt dan, als we a 2 nemen, wordt dan gewoon 2x kwadraat. Dus dat is eerst 2 en dan de functie schrijven x kwadraat. Dan krijg je 2 maal de functie x kwadraat, maal de functie 2x tot de derde. Bijvoorbeeld x krijg je 2 maal wordt er x. Bij de derde woord krijg je dan 2 maal de derde wordt er x. Gewoon buiten de functie schrijven, niet binnen de functie. Half x komt het 2 keren. 1 over x wordt dus 2 over x. Je krijgt 2 maal 1 over x kwadraat, 2 over x kwadraat. Nu als je die teken die functie, wat zal er gebeuren met die a? Je merkt hier, als dit wortel x is, als je 2 wortel x neemt, dus dat 2 wortel x, dan gaat die, wordt die uitgerekt naar boven een beetje. Dat is een uitrekking op de i's met de waarde a. Je merkt, die wordt uitgerekt naar boven. Als je 1 over x krijgt, je doet het met 2, krijg je hier 2 over x, wordt dan een beetje hoger getekend, hier een beetje lager. Die wordt dus uitgerekt op de i's. Je merkt dus, die wordt een beetje uitgerokken op de i's, richting i's. Dus de transformatie a maal f van x is een uitrekking op de i's met waarde a. Als die waarde a absolute waarde groter dan 1 is, heb je een echt een uitrekking. Dan wordt die echt naar boven uitgerokken of naar beneden uitgerokken. Als je a absolute waarde kleiner dan 1 is, heb je een krimp. Wordt ook uitrekking genoemd, maar is een krimping van de formule. Ja. Nu, opmerking. Als a kleiner dan 0 is, dus dat je een negatieve waarde a hebt, dan is de spiegelingfunctie van de x-as. Hier wordt het x gegeven. Waar ligt dan a min 1 min wortel x? Min wortel x ligt dan aan de andere kant van de x-as, dus spiegelt dan van de x-as. Hier ligt dus min wortel x. Dus hier kun je min wortel x tekenen. Ja, die ligt dus aan de andere kant van de x-as, gespiegeld ten opzichte van de x-as. Dus min a negatief min wortel x, min 2 wortel x betekent spiegeling van de x-as. Ja, uitrekking a groter dan 0, 1, a kleiner dan 1. Hier wordt 2 wortel x naar boven. Als je krijgt een half wortel x bijvoorbeeld, ja, waar ligt je dan? Een half wortel x zal een inklimming zijn. Je ligt in een half wortel x. Ja. Dat is de transformatie van de basisfunctie a, f van x met a buiten de functie, bijvoorbeeld a, f van x. Dank voor de aandacht, de volgende keer.